Welkom bij weer een nieuwe Pilatesles online. Mijn naam is Carlijn en ik ga vandaag een half uurtje Pilates voor jullie verzorgen vanuit Zeist. Voor het lesje heb je eigenlijk niks nodig, alleen weer even een matje. En heb je geen matje in huis, dan kun je ook eventueel op een kleed komen liggen. Zorg dat je een wat zachtere ondergrond hebt, eventueel op de handdoek. Verder heb je niks nodig, alleen jezelf. We beginnen vandaag zitten, dus je mag meteen lekker komen zitten en meedoen. Ik doe alles voor, dus je kan rustig meedoen. Ik leg het uit, geef eventueel wat makkelijkere of wat moeilijkere variaties. En alles komt een beetje aan bod. We beginnen dus in zit, een beetje voor op je mat. En als je zo zit, mag je eerst gewoon eens een aantal keer bol zakken. En helemaal opstrekken. Maak je helemaal hol. En zak je weer in. Gaat je kin op je borst. Schouders naar voren. En als je opstrekt, kin omhoog, kijk naar het plafond, strek je helemaal op en weer rustig in te zakken. Okay, doe dit rustig op je eigen tempo, zo ver als jij kan gaan. Hou hem zo groot mogelijk. Dus je hele rug beweegt mee, je schouders bewegen mee, je hoofd beweegt mee. Okay, ga je vanaf hier de middenhouding zoeken, dus kom je rechtop zitten. Let ook weer op dat je niet te rechtop gaat zitten, dus niet helemaal overstrekt. Maar recht in het midden. Vanaf daar laat je handen gewoon op je knieën rusten. Ga je schouders op omhoog. En zak ze weer terug naar beneden. En op omhoog. En laat rustig zakken. Zo ver als je kan naar beneden. En trek ze weer op. En weer naar beneden. Okay, adem je in. Als je schouders omhoog gaan. En uit. Als ze naar beneden zakken. Dus in. Op omhoog. En uit, weer naar beneden. Okay. Als je zo zit, ga rustig door met de oefening. Dus blijf je schouders omhoog trekken en naar beneden duwen. En controleer ondertussen even voor jezelf of je je buikspieren wel aangespannen hebt. Zo nee, doe dat even. Dus trek die navel richting je wervelkolom. Buik is in en je gaat nog steeds rustig door met die oefening. Op omhoog en naar beneden. Eén keertje, laatste keer omhoog. En weer naar beneden. Blijf nog steeds rechtop zitten, navel blijft in. Maar dan ga je je schouders naar achter en naar voren bewegen. En naar achter en naar voren. En deze beweging maak je zo groot als je kan, maar die romp blijft weer stil. Dus alleen je schouders doen het werk. Je mag je handen nog steeds ontspannen op die knieën laten liggen. De schouders zijn een beetje laag. En deze, als je inademt, ga je schouders naar achter en uitademen naar voren. In naar achter en probeer die onderrug en die buik helemaal stil te houden. Dus alleen je schouders doen het werk. Okay, laatste twee keer. Zo ver als je kan naar achter. En naar voren. Eén keer naar achter. En naar voren. Okay, blijf dan ontspannen zitten. Nog steeds navel in, rechtop. Schouders mogen een heel klein stukje terug naar achter. En je houdt ze laag. Vanaf daar ga je armen op omhoog. Hou je kin in, dus let op dat die niet te ver naar voren is. Dat je een heel klein beetje die onderkin maakt. Schouders zijn schuin in een V op omhoog. Armen zijn schuin in die V op omhoog. Schouders blijven laag. Navel is nog steeds in. Romp zit helemaal stil. Vanaf hier ga je vuisten maken. Dan trek je je ellebogen als het ware richting je broekzakken. Dit is het moment waarop je kracht zet. En ga je ontspannen terug op omhoog. Dus maak je weer die V van je armen. En kruip weer in die vuisten. Trek je ellebogen richting je broekzakken. En rustig terug. Dus het moment dat je armen opgaan, adem je in. En als je armen naar beneden trekt, blaas je uit. En je zet echt kracht op die vuisten. En probeer tegelijkertijd die schouderbladen naar elkaar toe te trekken. Dus aan de achterkant, naar elkaar toe, naar beneden. En ontspannen terug omhoog. En als je armen ontspannen terug omhoog komen, blijft je romp wel aangespannen. Dus je zit nog steeds doodstil. Navel is nog steeds in. Blaas uit naar beneden. En adem in omhoog. Dat mag je op je eigen tempo doen. Hè? Hoeft niet snel. Als je maar kracht zet naar beneden. En ontspannen op omhoog gaat. En wordt het vervelend om in de kleermakers te zitten, mag je altijd je voeten voor je neerzetten. Ga je wel door met diezelfde oefening. Hè? Dus blijf die armen omhoog bewegen. En weer terug, ellebogen richting broekzakken, schouderbladen naar elkaar toe.
Gaat het goed in de kleermaker zitten? Blijf dan zo zitten. Ga rustig door met de oefening. Doen we de laatste vier. Dus ontspannen op omhoog. En met spanning naar beneden. Blaas uit. Oké, laatste drie. Kin is nog steeds in. Oké, laatste twee. Doe er nog eentje, laatste. Op omhoog. En knijp in die vuisten. Zoveel mogelijk kracht als je in je hebt. Trek je ellebogen richting je broekzakken. En doe je nog één keer ontspannen terug op. En dan mag je even loslaten. En weer heel even inzakken als je wil. Eventjes die kin op je borst. Heel even ontspannen. Rol ook weer even je schouders los. Oké, dan mag je meteen komen liggen. Maar dan hou je je benen wel gebogen. Je kont op je rug liggen. Armen liggen naast je op de mat. En als je zo ligt, start je weer even met het bekken kantelen. Dus om en om die rug hol en bol maken. Dus duw je onderrug voorzichtig in die mat. En trek hem weer een stukje hol. Heupen mogen gewoon blijven liggen. Dit is nog een vrij ontspannen beweging. Kantel het bekken van voor naar achter. Schouders liggen ontspannen op de mat. Armen liggen ontspannen naast je. En ook je hoofd mag je gewoon laten liggen op die mat. Okay, vanaf hier zetten we die bekkenkanteling ook weer door in de bekkenbrug. Dus dat wil zeggen als je het bekken naar achter kantelt. Duw je die rug in de mat, til je heupen op en rol je wervel voor wervel op omhoog. Zo hoog als je kan en als je daar bent ga je rustig weer terug naar beneden. Begin je boven in je rug en rol je wervel voor wervel af naar beneden. Als laatste je onderrug en je heupen. Oké, dan mag je even ontspannen en dan ga je weer opnieuw. Kantel dat bekken naar achter, til rustig op, zo hoog als je kan en rol je weer af. Oké, ga ook deze rustig op je eigen tempo doen. Wat makkelijker is als je je handen naast je op de mat houdt en wil je hem wat moeilijker maken, kruis dan je armen op je schouders, dan heb je geen steun meer van je handen op de grond. De beweging blijft hetzelfde. De kunst is om het bekken zo stil mogelijk omhoog te bewegen. Dus zo min mogelijk van links naar rechts wiebelen. En hetzelfde als je weer naar beneden gaat. Okay. We gaan nog drie keer omhoog en weer naar beneden. En na die derde keer dat je omhoog bent gegaan, mag je hem bovenin vasthouden. Nog twee keer op omhoog. En rustig terug. Oké, ga je de laatste keer op omhoog. Blijf nog steeds wervel voor wervel omhoog gaan. En bovenin hou je hem stil. Dan ga je eerst eens even zo hoog als je kan. Vanaf daar laat je hem een heel klein stukje inzakken. En probeer je dat bekken weer wat te kantelen naar achter. Dus trek die navel nog steeds in. Dat is het punt waarop je hem vast gaat houden. Je blijft nu bovenin staan, wordt die zwaar, leg je armen dan weer op de grond. Gaat het nog goed, hou je handen gekruist op je schouders. Vanaf hier laten we het linkerbeen helemaal stilstaan. Gaat het rechterbeen opzij kantelen. Dus je kantelt die knie naar buiten op de buitenrand van je voet. En kom rustig terug. En weer hetzelfde been. Dus rechts gaat weer opzij, links blijft doodstil. Dus het enige wat je doet is het rechterbeen naar buiten laten vallen. Maar dan met controle. En ook weer terug. En je houdt dat bekken nog steeds hoog. Dus continueer naar buiten. En rustig terug. Adem uit als het been naar buiten gaat. En in weer terug. En uit naar buiten. En in, weer terug. Oké, laatste twee aan deze kant. Probeer hem hoog te houden. Lukt dat, ga je rustig door. Haal je die arm op de schouders. Lukt het niet, handen naast je op de grond. En merk je dat het ook echt niet meer gaat om omhoog te houden. Rol je tussendoor eventjes af naar beneden. En kom je gewoon weer opnieuw omhoog. Ga je door met de oefening. We gaan wisselen van benen. Dus rechterbeen blijft staan. Linkerbeen rond naar buiten. En rustig terug. Op die buitenkant van je voet. Laat die knie opzij vallen. Maar dan met controle. Rustig terug.
Controleer ook af en toe even of je bekken nog hoog staat. Dus ben je niet te ver ingezakt? Ben je nog bovenin? Hou hem dan zo stil mogelijk. Naar links. En weer terug. En buig die knie weer naar links. Ademhaling is nog steeds hetzelfde. Hè? Dus in als het been terug naar het midden gaat. En uit als het been opzij gaat. Hou het bekken nog even hoog. We zijn er bijna. Laatste vier met links. Daarna mag je even terugzakken naar beneden. Heel even ontspannen. Laatste drie. Dus hou dat bekken stil. Hou die romp stil. Alleen het linkerbeen mag bewegen. Oké, laatste twee. En de laatste. Nog eentje. Knie gaat naar links. En rustig terug naar het midden. Adem hier weer in. En ga je heel langzaam weer laten zakken. Wervel voor wervel rol je af naar beneden. En dan mag je heel even ontspannen. Als je het prettig vindt, trek heel eventjes je knieën naar je toe. Zorg dat je wat rek op die bil hebt. Op de achterkant van je bovenbeen. Draai dan ook weer even kleine rondjes met die knieën. En draai die rondjes ook de andere kant op. Maak je ook even helemaal lang. Dus beide benen even gestrekt. Je armen even gestrekt boven je hoofd. En terwijl je zo ligt, maak je ook om en om. Ene been en de ene arm even wat langer. Rek je helemaal uit. En rustig terug. Oké, kom je weer terug met de benen gebogen. In die beginpositie die we daarnet ook hadden. En dan mag je even het bekken kantelen. Dus gewoon weer hol en hol maken. Doe die onderrug in de mat. En trek hem weer hol. En vanaf hier ga je hem ook weer omhoog zetten in die brug. Dus rol rustig op. Hou je hem bovenin weer vast. Hetzelfde als daarnet. Eerst even zo hoog als je kan. En dan kantel je een heel klein stukje terug. Ga je kijken of je iets dat bekken naar achter kan kantelen. Dat hou je vast. Navel is in. Je mag beginnen met de handen naast je als je wil. Vanaf nu gaan we het been niet opzij laten vallen, maar til je de knie gebogen een stukje op omhoog en zet hem weer neer. Daarna wissel je gelijk van kant. Dus dan gaat het linkerbeen op en weer terug. En wissel van kant. Dus rechterbeen op en terug. En linkerbeen op en terug. Okay, probeer steeds weer dat bekken en die romp goed hoog bovenin te houden en zo stil mogelijk. Dus niet te veel op en neer wiebelen. Maar hou dat vast. Merk je dat het makkelijk gaat, kun je altijd je armen weer kruisen op je schouders. Heb je moeite om de romp stil te houden, hou je armen nog even op de grond. Blijf ook nog steeds rustig doorademen. Dus uit als je het been optilt en in terug naar beneden. Oké, hou vol. We zijn er bijna. Laatste vier. Dus dat betekent nog twee per been. Laatste drie. Laatste twee. En eentje. Hou het bekken nog even stil. Romp hoog. Zet je been weer neer. Dan ga je nu pas rustig terug afrollen. Ook weer wervel voor wervel. En als je op de grond bent, mag je weer heel even ontspannen. Maar als je wil, strek even de benen, schud ze even los, knie even los. Rek je armen nog een keer boven je uit. Adem hier een keer diep in. En blaas uit. Trek je opnieuw die knie weer even naar je toe. Dus richting de borst. En draai daar weer even die rondjes. En de rondjes ook de andere kant op. We hebben nog één oefening vanuit dezezelfde bekkenbrug. Eén laatste variatie. Je mag weer opnieuw omhoog komen. Dus start even met je benen gebogen. Handen liggen gewoon ontspannen naast je op de mat. Eerst kantel je een aantal keer dat bekken rond. Vanaf daar is het bekken naar achter kantelt. Til je de heupen weer op, rol je op omhoog. En in plaats van je armen naast je op de mat, ga je nou je armen omhoog richting het plafond uitstrekken.
Laat je armen op deze manier staan. En wat we zo meteen gaan doen is om en om één been en één arm uitstrekken. En als het rechterbeen gaat strekken, gaat de linkerarm omhoog. En rustig terug. En dan wissel je van kant. Dus je rechterarm boven het hoofd, linkerbeen strek je uit. En weer terug. En wissel van kant. Dus strek uit, arm gaat naast je. Rechterarm, die blijft recht omhoog. En wissel. Dus je gaat diagonaal uitstrekken. En terug, je probeert die romvier zo stil mogelijk te houden. Blaas uit als je strekt. En adem in als je terug naar het midden komt. Controleer af en toe even of je nog hoog staat. Ben je weer niet te ver gezakt? Heb je hem nog goed bovenin? Ga rustig door op je eigen tempo. Blaas uit bij het strekken. En in bij het buigen. We zijn er bijna, laatste vier. Dus twee weer per kant. Laatste drie. Laatste twee. Blijf rustig doorademen. Oké, laatste. Nou, het bekken nog weer even hoog. En zet je het weer terug naar het midden. Oké, laat je armen weer zakken. En dan kom je heel rustig weer, wervel voor wervel, terug naar beneden. Oké, en ontspannen even. Schud nog weer even de benen los. Heel even gestrekt. Trek nog één keer je knieën naar je toe. Maak je weer even een rondje. En ook de andere kant op. Kom je rustig overeind. De volgende oefening die we gaan doen is iets meer voor de buik. In veel voorgaande filmpjes heb ik de rollback behandeld. Dat is van zit naar lig. Daar gaan we mee beginnen en daarna heb ik daar weer een variatie op. Je mag dus aan het begin van je matje komen zitten. Onderaan, benen staan gebogen. Rug is rechtop en je armen strek je voor je uit. Schouders blijven laag. Dit is je beginpositie. Vanaf hier kan je hier een klein beetje bol inzakken. Dus laat je onderrug wat afbollen en dan rol je een klein stukje naar achter. Als je een klein stukje naar achter gerold bent, kom je weer terug op. En strek even op. Oké, doen we nog een keer. Dus rol weer rustig af. En terug op. Je armen blijven voor je. Hou ongeveer die hoek van 90 graden aan met je rom. Dus die gaan wat mee omhoog als je verder naar achter komt. En weer terug op. En elke keer dat je naar beneden rolt, ga je een heel klein stukje verder. Als het lukt kun je eens kijken om alleen met je onderrug de mat aan te tikken. Haal je wel je schouders van de mat en kom je vanaf daar weer terug op. Gaat het goed? Dan kun je daarna nog weer een stukje verder, mag je helemaal komen liggen. Neem je armen dus mee, hè, omhoog. En als je ligt mag je ze even helemaal uitstrekken boven je hoofd. En dan kom je vanaf daar weer terug op omhoog. Neem die armen weer mee naar voren. Merk je dat je niet omhoog meer komt, ga dan gewoon wat minder ver naar beneden en vanaf daar weer terug. Gaat het goed? Blijf hem groot maken. Zo groot als je kan, moet een uitdaging zijn, maar het moet wel te doen blijven. Rustig tempo, blijf doorademen. Naar beneden gaat, ga je zo ver als je kan. Dus draag jezelf uit, hè. Kijk maar zo ver je kan komen. En dan rustig die controle houden om ook weer zo net zo rustig overeind te komen. Oké, laatste drie. Daarna mag je heel eventjes pauze houden. Laatste twee. Oké, doen we nog eentje. De laatste. Rol je langzaam af. Zo ver als je kan naar beneden.
hetzelfde rustige tempo weer op omhoog. Oké, mag je heel even ontspannen. Laat je arm even hangen. Kom even ontspannen zitten. Als je wil, mag je even helemaal onderuit gezakt komen zitten. Hou heel even pauze. Ik ga vast de volgende oefening uitleggen. We beginnen zo meteen hetzelfde. Dus je hebt ook weer diezelfde beginhouding. Dan kom je halverwege hangen. En als je wil, zet je je handen even achter je, naast je op de mat. En dan ga je beide voeten van de grond tillen. Dus het mag met je handen in de lucht. Mag ook met je handen naast je op de mat. Wat we dan gaan doen is uitstrekken en weer buigen. Ja? Heb je je handen in de lucht, ziet het er als volgt uit. Strek je uit en weer buigen. Oké, dit was de mentale voorbereiding. Als je goed gekeken hebt, mag je nu mee gaan doen. Zet je voeten weer voor je neer. Kom weer rechtop zitten. Begin even met je armen voor je. Rol je af. En als het lukt, til je dus beide benen op van de grond. Lukt het niet, zet je je handen op de mat neer. Vanaf hier ga je strekken. Dus maak je lang, kom met je rug richting die mat. En kom weer op omhoog. Hou die controle. Rustige beweging. En terug op. Dus merk je dat die gaat aan je hand op de mat. Hè? Dan vanaf daar ga je strekken. En kom je terug op. En strekken. En terug op. Blijf rustig ademen. Oké, zware oefening. Doe er niet te veel. Laatste drie. Laatste twee. Bijna. Blijf ademen. Oké, laatste. Kom terug naar het midden. Zet je voeten weer op de grond. En dan mag je even rustig afrollen. Blijf hier gelijk heel even liggen. Dan heb je heel even pauze. Als je wil, maak je even lang. Armen boven je hoofd. Benen gestrekt. Je een beetje rek op die buikspieren. Schud nog even je benen los. En dan trek nog even één keer die knieën naar je toe. Dus maak je weer even klein. Okay. Draai hem rustig door op de buik. Laatste oefening. Zullen ook weer twee variaties zijn. Je mag op je buik komen liggen. En de oefening start met de handen onder het voorhoofd. Dus je ligt met je voorhoofd. Op je handen. Je ogen zijn dus naar beneden op de mat gericht. Benen liggen ontspannen. Schouders zijn naar beneden geduwd. Dus trek ze laag. En ga je kijken of je vanaf hier inademen. Doe je niks. En blaas uit. Kom op omhoog. En op een inademing weer rustig terug. En blaas uit. Kom op. Adem in. Rustig terug. En uit. Dit mag je ook weer op je eigen tempo doen. Probeer die benen ontspannen te houden. Schouders laag. En die schouders een stuk op te tillen. En rustig terug. Ellebogen wijs opzij. En je voorhoofd blijft continu op die handen liggen. Dus je blijft de hele oefening lang onder je op de mat kijken. Dus dit is niet een grote beweging. Het is niet erg als je niet ver komt. Kom gewoon zo ver als je kan op en rustig terug. Hou die schouders laag. Duw ze weg van je oren. Je benen zo ontspannen mogelijk. Oké, laatste drie. Laatste twee. Eentje. Oké, rustig terug. En mag je even ontspannen. Als je lekker ligt, blijf even zo liggen. Wil je wat rek op je rug? Kun je even op je knieën komen zitten. En dan ga je met je billen richting je hakken. Hou je armen voor je op de mat. Kin op de borst. Adem even rustig in en uit. Bereid je even voor op die laatste oefening. Kom je weer rustig terug naar diezelfde positie. Dus kom weer op je buik liggen. De laatste oefening is eigenlijk een combinatie van wat we net deden. En de eerste oefening met de handen omhoog en ellebogen richting je broekzakken trekken.
Dat gaan we alleen nu liggend doen. Dus als het goed is, lig je op je buik. Begin je weer met je voorhoofd op je handen. Elleboog opzij, schouders laag. Hou die benen weer zo ontspannen mogelijk. Adem je in, doe je niks. Blaas uit, kom je op omhoog. Dan blijf je bovenin. Kin blijft op je borst. Strek je armen uit naar voren. Knijp in die vuisten. En trek je ellebogen richting die broekzakken. Zet je spanning tussen die schouderbladen. Dan mag je armen, je handen terug onder het voorhoofd. En dan zak je weer rustig naar beneden. Oké, doen we nog een keer. Dus adem in, doe je niks. Blaas uit. Kom op omhoog. Inademing, ga je armen naar voren. En blaas uit, knijp in die vuisten. Trek je ellebogen naar onder. In, kom je handen weer onder je voorhoofd. En uit, zak je terug. En op een inademing doe je niks. En blaas uit, kom je omhoog. Je mag je rustig doen op je eigen tempo. Dus je gaat elke keer omhoog, armen naar voren. Dan knijp je die vuist, trek je ellebogen naar onder. Ga je rustig terug met je handen onder het voorhoofd. En zak je weer naar beneden. Gaat het je gemakkelijk af? Dan denk je, nou, we komen al een tandje zwaarder. Blijf dan continu bovenin. Dus je armen gaan van voren naar achter. En weer terug naar voren. Je kin blijft op je borst, dus je kijkt nog steeds onder je op de mat. Wordt een stuk zwaarder voor die rug. Blijf rustig doorademen. En merk je dat dit te zwaar wordt, ga je gewoon terug naar die vorige oefening. Iedereen blijft onder zich op die mat kijken. Doe de laatste drie. Oké, laatste twee. Oké, eentje, laatste. Rustig naar voren. En zet kracht op die vuisten. Trek je ellebogen richting die broekzakken. En dan mag je handen terug onder het voorhoofd. Zak je rustig terug naar de mat. En ontspan weer even. Mag je vanaf hier meteen weer opnieuw omhoog komen. Kom je op je knieën zitten. En dan ga je met je billen richting de hakken. Handen blijven voor je. Kin gaat op de borst. Blijf heel even zo zitten. En adem rustig in en uit. Loop dan eens zo ver als je kan met je handen naar voren, terwijl je wel stil blijft zitten. Zoek een beetje rek op die rug. Adem je één keer heel diep in. En als je uitblaast, ga je armen naast je benen. Blijf je op deze manier nog even liggen. Kin is op je borst. Oké, kom hier rustig overeind. Mag je nog weer even terug op je rug draaien? En dan trek je je linkerknie vast mee naar je borst. Rechterbeen blijft gestrekt op de grond liggen. Dus je linkerknie trek je zo ver als je kan richting de borst. En trek die knie dan ook schuin opzij. Dus je linkerknie hangt dan boven je rechterheup. Zoek een beetje rek op die bil. Zet je het rechterbeen gebogen neer, leg je de linker enkel op de rechterknie en trek het rechterbeen naar je toe. En ook hier zoek weer die rek op die linkerbeel. We gaan wisselen van kant, dus dat betekent links gestrekt op de grond, rechterknie naar je toe. Trek die knie dan ook schuin over je linkerheup. Dus zoek je rek op die rechterbil. De bil mag loskomen van de mat. En zet je het linkerbeen gebogen neer. Rechter enkel op je linkerknie. En dan trek je het linkerbeen naar je toe. Rustig weer overeind. Kom je weer opnieuw eventjes in die kleermakerszit zitten. En als je zo zit, rol die schouders nog weer even goed los. Allebei de kant op, hè. Dus van voor naar achter. En ook even de andere kant op. Achter naar voor. Maak nog even een paar keer helemaal hol. En helemaal bol. Mag je helemaal onderuit gezakt komen. En weer hol.
helemaal. Oké, mag je handen even in elkaar vouwen. Strek je helemaal op. Adem in. En dan ga je rustig uitzakken. Adem uit en neem je armen mee naar voren. Dan haal je je armen laag. Trek je schouders zo ver als je kan naar voren. Kin is op je borst en je blijft ook die schouders laag duwen. En hier blijf je rustig even zitten. Adem je nog een keer in. En weer uit. Nog één keer in. Blijf rustig zo zitten. Blaas nog één keer uit. Nog even die rek op tussen je schouderbladen. En dan mag je hem loslaten. En rustig overeind komen. Zo, de les voor vandaag zit er weer op. Dit was het half uurtje Pilates. Ik hoop dat jullie het leuk vonden vanuit thuis om mee te doen. Mocht je het leuk vinden, kijk vooral ook naar onze andere lessen op het YouTube-kanaal. En heel graag tot de volgende keer.